Doelenplein naar Milan Noordhoek een auto onderhanden. Ik doe hier vandaag een project voor het Kunst en Food Festival in Ede. En er werd ook gevraagd om out of the box een keer wat te doen. Normaal schilder ik op doeken, maar ik heb ook al op golfkarretjes gespoten, paspoppen en vandaag dus op een auto. En ja, hoe heb je aan dat thema uit en voet gehouden? Ik zie wat korenaren, maar is dat alles? Wat je eigenlijk ziet en wat er nog komt straks is eigenlijk een stad met daarin een weiland. Met graan. En het gaat over de gemanipuleerde voedsel wat we tegenwoordig veel hebben. Mensen gaan naar de supermarkt, ze consumeren veel. Maar eigenlijk hebben ze geen enkel idee van wat ze nou binnenkrijgen en waar het nou precies vandaan komt. En dat probeer ik hiermee duidelijk te maken. Dat mensen meer bewust moeten zijn van hetgeen wat ze kopen en waar het vandaan komt. Ja. Je hebt ook een hele mooie jas aan. Je cultiveert het een beetje, het begrip van crafty kunstenaar op die manier? Ja, nou ja, ik probeer altijd wel een beetje je eigen persoonlijkheid te laten zien aan mensen. En ik denk dat dat ook wel in deze maatschappij ook veel meer mag. Je ziet vaak mensen als een kudde schapen dezelfde kleren aantrekken. Het liefst zwart of wit. En ja, ik ben er wel voor dat iedereen gewoon zijn eigen stijl houdt. En dat ook mag uiten en ook durft te uiten.